de schaatser bijvoorbeeld vandaag aan de bel. En die zegt, ja, straks dan worden die kaartjes allemaal duurder. En dan gaan mensen dus niet meer sporten. Ja. Zie jij dat gevaar ook? De meeste van dit soort complexen zijn natuurlijk door de overheid zelf gerund, hè, gemeentelijk. Dus daar komt een subsidie of een bijdrage voor de exploitatietekorten. Maar als particulier ondernemer moet ik dat allemaal uit eigen zak betalen. Maar ja, we willen sporten. We willen een stuk sociale invulling geven aan de mensen. We hebben veel jeugdproblematiek. Dus als je die prijzen gaat verhogen met jouw verhaal net, dat is natuurlijk een no-go. Dus dat gaat niet. Dus wat wij gewoon gaan doen is zeggen, nou, schaatsen is 6 maanden per jaar. Dat begint van oktober tot en met maart. Dat gaan we doen. Vanaf 1 januari ga ik op de beurs de energie per uur kopen, om het zo maar even te zeggen. Dan verwacht ik dat in april, hè, die markt wel weer wat gaat normaliseren. Dus ja, dat eerste kwartaal heb ik pijn. Maar dan ga ik daarna niet ijskarten en ik doe geen zomerijs. Hè. Dan doe ik sport en spel. Ik heb een trampolinepark aangeschaft. Dus we kunnen blijven sporten in die zomermaanden. Maar dan ga ik met die 2 megawatt terugleveren aan het net. Daar ga ik geld mee verdienen. En zo, dus op tijd investeren, dus dan komt het eigenlijk. Op tijd investeren, op tijd verduurzamen. Maar dat zouden, even Arjen, dat zouden gezinnen ook kunnen proberen. Ja, het moet je investeren natuurlijk, maar als we met z'n allen gewoon minder gaan gebruiken, dan helpt dat. Zeker, dus zowel minder gaan gebruiken als zonnepanelen. Ik denk op de website van het Nibud en van onze collega-organisatie Milieu Centraal, waarin we als het gaat om energieprijzen veel samen doen, vind je allerlei tips en trucs. En tegelijkertijd is het eerlijke verhaal ook, dat heb je niet zomaar in één keer dichtgelopen, zo'n ongelofelijke stijging. Ja. Dus de komende tijd is er voor heel veel mensen echt nog wel een gat dat te vullen is. En die mensen die het financieel zwaar hebben, kunnen ook niet zomaar investeren En ze hebben ook huren waarschijnlijk en kopen niet. Dus gaan ook helemaal niet over hun dak. Dus er zijn nog een aantal problemen die je daar met elkaar moet oplossen. Daar is denk ik inderdaad de politiek aan het zetten. Maar ja, het nadeel heeft zijn voordeel. Want Simon, op jouw terrein, bedrijfsterrein, komen waarschijnlijk over een tijdje woningen te staan. Was het een beetje mee. Hopelijk heel duurzaam. Ik hoop daar nog steeds op dat dat een keer gaat gebeuren. En dat zal zeker... Want je hebt 5 hectare. 5 hectare. Daar kunnen hoeveel huizen staan? Nee, dat hele hoek is 50 hectare. Wow. Dus daar kunnen zo'n 800 woningen. Zouden daar kunnen. Heel duurzaam, hopen we. Ja, daar zou een duurzame wijk gebouwd kunnen worden. Dan zou het nog een mooie afloop krijgen. Ja, precies. Maar als je praat over... Want dat vind ik wel leuk. We praten over verduurzaming. En iedereen is daarmee bezig. Nou, ik was er in 2012 al mee bezig. Ik heb in 2012 een samenwerking met de provincie Utrecht gezocht voor de verduurzaming van mijn gerbera-kwekerij. Ik heb daar een installatie neergezet waarvan je uit bermgras mijn volledige kwekerij kon draaien en 500 woningen van stroom voorzien. Ik heb daar samen met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma hebben we een Green Deal gemaakt. Op regeringsniveau. In 2016 is die gebouwd. 3 miljoen geïnvesteerd. In 2019 is die stilgelegd vanwege de stikstof problematiek en mag die niet draaien. Ja. We hebben het vaak hier gehoord. De politiek, hè?